En mijn gast op de bank vanmorgen, die zou ook zomaar voor Miss Nederland kunnen gaan. Maar gelukkig niet, want ze heeft een prachtig boek geschreven. Daar ga ik zo meteen over praten. Eerst even wat over haar achtergrond. Ze werd geboren in het Zeeuwse Meliskerk, een orthodox gereformeerde plaats. Je kent het wel, zondags 2 keer naar de kerk, de psalm zingen enzovoort. Totdat ze tot de ontdekking kwam dat de wereld wat groter was dan het Zeeuwse Meliskerk. En toen schreef ze dit boek, Een dorsvloer vol confetti. En dat maakte indruk op gelovig en niet-gelovig Nederland. Want het is een integere omschrijving van een leven dat, en dat ben je, Franca, lang hebt geleid. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, mijn kat is gek op je. Ja, ik heb een nieuw vriendje erbij. Ik neem haar mee, denk ik. Ja? Ja. Oké. Nou. Je zegt oké? Ja. Te leen, hè? Oh ja, Dit is een oké. huurkat. Franca, we gaan even terug naar jouw dorsvloer en waar je bent opgegroeid op de boerderij. Hoe was dat? Ja, Want je ziet er niet uit als een boerendochter. Ah ja, ik ben wel heel sterk. Dus Ja? dat schijnt bij boerendochters te horen. Die kunnen hooibalen optillen en zo. En dat deed je Ja. ook. Ja, in de zomer met het hooi meehelpen, dat deden we. Ja. Deed ik ook, ja. Ja. Maar beschrijf jouw week eens. Hoe was dat? Je ging naar een reformatorische school op zondag naar de kerk. Ja. Ja, dan had je nog ook de catechisatie door de week natuurlijk nog. En op zaterdag nog iets naar vroeger meisjesclub en daarna de 16-vereniging. Dus als je het over kerkelijke activiteiten hebt, zou ik maar zeggen, die waren er dan eigenlijk wel volop. Ja. En verder, nou, op een boerderij is altijd werk. Dus er is ja, altijd heel veel te doen. En omdat ik het enige meisje was, was ik meer bezig met schoonmaken en zo. Want al die jongens die maken natuurlijk alles vies. Die Ja. brengen allemaal hooi mee in huis en zo. En mopper je dan op. Ja. Je groeit op in een orthodox gereformeerd milieu. Hè. Hoe was dat leven op zondag? Sprak het je aan? Naar de kerk gaan, de dominee die vanaf de kansel sprak? Nou, je krijgt het gevoel dat het niet voor jou is, of niet op jou, naar jou gericht is, omdat het ja, niet gewone mensentaal is. Het zijn een soort oude formules. Ja. En het doet wel iets met je als je voortdurend op je zonde wordt aangesproken. En als er dan eigenlijk ook bij wordt verteld dat je niet eens in staat bent tot iets goeds, ja, dat is best heftig. Ja. Ja, maar uiteindelijk. De mens is geneigd tot alle kwaad. Ja. 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 Wat je net zei over mijn boek, hè, dat het een soort portret is van zo'n meisje dat zo opgroeit in zo'n gezin. Dat is het natuurlijk ook. Dat is één kant van het boek. Maar voor mij is het wel iets meer dan dat. Want een portret is eigenlijk een vrij. Ja, dat is eigenlijk zo de eerste laag als je Ja. het leest. Maar dat meisje is 12 en zij ontdekt eigenlijk dat zij in één groot verhaal leeft. Het verhaal van de Bijbel. En natuurlijk heel erg in die reformatorische gezindte is het zo dat het verhaal van de Bijbel tot waarheid verheven is. Een letterlijke waarheid. En dat er ja, niet zoveel ruimte is dan voor andere verhalen of voor andere visies op de wereld. En zij komt erachter van, nou, er zijn eigenlijk nogal meer verhalen. En daar begint ze nieuwsgierig naar te worden. Maar die nieuwsgierigheid wordt wel afgestraft. En voor mij is het veel meer een boek over het ontdekken van, nou ja, inderdaad, nieuwe werelden, nieuwe verhalen, de fantasie. En wat dat doet met zo'n milieu die daar eigenlijk niet tegen bestand Ja. is. Had je een ongelukkige jeugd? Nou, dit zou ik niet zo Nee, ik zeggen. krijg ook niet de indruk uit je boek. Nee. Nee, ik denk eigenlijk. Maar dat geldt denk ik voor iedereen, dat je. Ja, je zou het zelf altijd anders doen. Je zou jezelf je kinderen denk ik anders op willen voeden dan je zelf opgevoed bent. En tegelijk ontsnap je kennelijk ook weer nooit helemaal aan patronen die er natuurlijk zijn ingesleten. Nee, maar nee, geen ongelukkige jeugd. Maar betekent niet dat ik me altijd zo gelukkig heb gevoeld. Maar dat is. Weet nu wel? Nou, ook dat is niet altijd gezegd. Geluk is natuurlijk niet iets wat je continu kan voelen. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar het is een. Ja, wel? Ja? Ja, Ja? ja, 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 ja. Nou ja, wij komen zelf uit hetzelfde nest, hè? Ja. Maar ik heb wel echt. En natuurlijk loop ik niet de hele dag van ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Maar dat is toch wel wat me gelukkig maakt. Ja, nee, ik heb ook heel veel dingen die mij gelukkig maken.
Ik ben echt heel erg blij dat ik het schrijven heb gevonden. Want dat is een manier voor mij om, alle dingen die waar ik mee bezig was al, om het aan de orde te stellen. Kijk, als het doel in je leven wegvalt, wat bij mij is gebeurd. Dus het doel was in de hemel komen uiteindelijk. Ik geloof niet zo in een letterlijke hemel. Ook niet in een hel. Maar daarmee valt dus ook het doel weg. En de zin van het leven is wel iets wat geeft een soort zwaarte die wel op je drukken kan. Ja. En alleen al door dat aan de orde te stellen in mijn werk. Dat is een manier om ermee om te gaan. Ja. Ja. Dit boek werd een bestseller in de reformatorische gezindte en daarbuiten. Dat sprak iedereen aan. Dat vond ik heel verbazingwekkend. Ik heb het zelf gelezen en in één nacht uitgelezen, omdat ik er heel veel in herkende. En het ook wel erg mooi vond. Wat is voor jou het hoogtepunt uit jouw boek? Wat is het mooiste gedeelte van Katelijn? Dat zij erachter komt dat ze in een groot verhaal leeft. Dat er nog meer verhalen zijn. Die wereld waarin ze zit kan daar niet zo goed mee omgaan. En dan gaan er heel veel dingen mis. Waaronder zelfs haar opa sterft. Dat is eigenlijk een indirect gevolg van haar fantasie. Want zij vertelt een soort verzonnen verhaal aan haar broertjes. Die gaan dan vervolgens uit nieuwsgierigheid kijken in de gierput. En die opa probeert even die jongetjes dan te redden en overlijdt zelf. En er zit natuurlijk heel veel schuld in zo'n gebeurtenis en dat voelt Katelijne ook zo. En oma is ontzettend verdrietig dat opa er niet meer is. En ze denkt ook dat opa niet bekeerd is, wat zoveel betekent dat hij niet in de hemel is. Ze denkt dat hij in de hel is. En in die gezindte is het zo dat als je niet helemaal zeker weet of iemand wel echt een oprecht waarzaligmakend geloof had. Want heel veel mensen hebben wel een gewoon geloof, heet het dan. Maar het waarzaligmakende geloof, dat is nog een stapje verder. En daarvan wordt gedacht dat die opa dat niet heeft. En dan gaat Katelijne een verhaal verzinnen over een ervaring die zij had toen ze een keer bij opa was. Waardoor de oma misschien hoop krijgt dat het met opa toch nog goed is afgelopen. Zij gebruikt eigenlijk haar fantasie om oma te troosten. En ik moet even kijken waar het dan precies staat. Het was in de zomer, zegt ze. Op de terugweg reden we door hoge landen. Je weet wel, op die weg rijden de auto's best hard. En dat kan meestal ook wel, omdat je daar goed zicht hebt. Maar bij die kruising zijn er toch van die bosjes. Weet je welke ik bedoel? Ja, zegt oma, er zijn van die bosjes. Nou, wij reden daar, zegt Katelijne. Ze wou dat ze meer tijd had, al was het maar een paar minuten, zodat ze niet zomaar hoefde te vertellen wat er als eerste in haar opkwam. Even kijken, want het is eigenlijk best wel een lang stuk. Het komt er eigenlijk op neer dat ze dan psalmgezang hoorden en dat ze dan even zachter gingen rijden. En dat er dan ineens een auto over de kruising kwam, die ze net kon hebben gemist omdat ze dus zachter hadden gereden. En dat ze zachte reden was omdat ze een psalmversje horen. Ja, zo, en dan gaat het nog een stukje door, maar dat komt ook niet. Ik had vroeger op school psalmversje 10, jij ook? Ja, ik denk iedereen. Ja. Toch? Dat kon bijna niet missen. Ja, dat werd die 10 die moest je hebben. Ja, die moest je hebben, ja. Als ik nou bijvoorbeeld zeg, het heigenderde jacht ontkomen bijvoorbeeld. Het geeft niet sterker naar het genot, ja. Dat kan je allemaal nog zo. Ja, ik moet zeggen dat het wel een beetje wegzakt. Die dingen die die liederen die blijven natuurlijk actueel doordat je ze zo vaak zingt in de kerk. En daarom kun je ze allemaal uit je hoofd. Ik kan meestal een stuk en dan op een gegeven moment denk oh, die laatste regel, hoe zat dat ook weer? Ja. Ja. Je hebt dit boek niet geschreven je schrijft de columns in NRC en je geeft veel lezingen. Je hebt ook andere boeken geschreven, X en Y en de woongroep. Niet uit frustratie. Je geeft, dat vind ik een van de knappe dingen, je geeft niet af op datgene waar je groot bent geworden. Ik denk ook wel dat het aan de orde stellen al best pijnlijk genoeg is geweest. Ook voor mezelf, maar ook voor die wereld. Ja, want het is toch een spiegel. Een spiegel is altijd confronterend. Ook omdat er ineens mensen meekijken die niet van binnenuit die wereld kennen. Het is toch een. Dat is niet iets neutraals, zou ik maar zeggen. Nee. Ook al
zeg ik er niet heel lelijke dingen over. De confrontatie, die is wel daar. Ja. Maar je hebt een goede relatie met je ouders, met je familie. Ja, ja. Je ja. bent niet uitgestoten, zoals dat nee, heet. Nee, maar daar heb ik natuurlijk niet aan mezelf te danken. Hè. Dat is nee. mijn familie die daar de credits voor krijgt. Ja. ja, is toch mooi? Ja. Want er zit ook een stukje vergeving in. Want het is best soms hard als je schrijvende familie hebt. Ja, 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 ja. zeker. Dat, ja. is niet iets om heel luchtig over te doen. Dat is best moeilijk. Ja. Ja. En wel schrijven. Wat moest dit boek bij de lezers teweeg brengen? Wat was jouw droom? Nou, nee, dat heb ik opengelaten. Want het... Het hoefde niet per se emoties te zijn, maar ik heb de lezer ruimte geboden voor eigen mee-interpretatie, zodat het ook iets oproept wat bij die lezer zit en wat ik niet kan voorspellen. Ja, dus het heeft heel veel herkenning opgeroepen, maar dat heeft ermee te maken dat iedereen zijn eigen jeugd heeft en kennelijk wordt er een appel gedaan op al die eigen herinneringen als je dit boek leest. Ben je erin geslaagd met het boek? Ik denk het wel. Ik denk dat het een van de redenen is waarom het zo'n succes is. Dat kan je niet helemaal precies verklaren, want heel veel mensen hebben ook weer andere redenen aangedragen ja. waarom het een succes is. Nou, daar wil ik vanaf zijn. Maar ik denk wel dat die ruimte daar wel een bepalende factor in is geweest. Ja. Ik denk even aan het verhaal uit Lucas 15 van je hebt meer grootgebracht, het verhaal van de verloren zoon. Ja. Zien mensen jou als de verloren dochter die zegt van nou, ik ga er vandoor. En die misschien ooit nog eens terugkomt? Ik denk dat wel veel mensen dat zo zien. Alleen al het aantal mails en brieven en berichten die ik krijg van alleen dominees is... Blijkt daar... Ja, dat denk ik wel. Dat mensen geven dat niet op. Het idee dat ik definitief weg zou gaan of zo, dat is kennelijk... Misschien druk ik mezelf nooit heel... definitief uit hoor. Ik laat natuurlijk ja. zelf ook altijd een beetje ruimte tussen mijn woorden, omdat ik zelf ook niet altijd weet hoe de toekomst gaat lopen. Dan moet je moet het ook een beetje open laten. Ja. Maar ik denk wel dat het op een of andere manier moeilijk te geloven is voor mensen. Van dat het is echt weg. Het is een heidenswerk om iemand te bekeren, dus dat ga ik ook niet doen. Maar ik geef je wel een paar boekjes van... Kleine poging. Hè? Komt een kleine poging, begrijp ik. Komt een kleine poging, je hebt hem door. Dit zijn drie boekjes van Bobby Schuller. Dank je. Als je tijd zou hebben, over een paar weken hebben we een bijzonder gast uit Amerika. Een jongen zonder armen en benen. Mocht je willen komen, dan ben je welkom. En tenslotte een opschrijfboekje, je bent geliefd. Dankjewel. Franka Treur is dat van het boek en de film Een dorstvloer vol confetti.